Schattig idee! Dik voor elkaar show, zoals de Fransen zeggen. Zo mensen, dat was mijn zinkje wel, hè. Wat is er nou de groot? Hè? Oh, die hoen is er ook weer. Nou, dat is er zit nog geen mens. Niemand die er nou zal zeggen, ha, lekker, de groot is er, hè, mensen. Zet wat hard op dat ding. Nee, luisteraars, wie er om in die hebben, gaan we beginnen met een oude gewoonte. U weet hoe het gaat. We beginnen met de eerste gramofoonplaat. En dat is in dit geval, dat heeft die hoen je naast uitgezocht. Een belachelijke plaat, alweer. Het begint middenin, geloof ik. Het jankt erin. Het jankt erin. Dat hoor, dat ja, het jankt. Oh, dat klinkt wel niet zo aardig. Zijn dat weer die Beatles? Oh, maar ik heb dat ben ook niet anders dan Beatles. Dat ik dacht gewoon. Ik vind het plaatje lekker, maar ik vind het wat er op de duur kan zeggen. Nou, het is echt van een ander plaatje. Nee, joh, daar moet ik zo over. Dat vind ik dan belachelijk. Oh, maar je, nou ja, komt dat erop. Oh, maar je, nou ja, komt dat erop. Dat ook uit, ja, belachelijk hoor. Het gaat ook met een ander zou het afzetten. Als iemand gaat praten, zet je nog een plaat af. Nee, man, gaat gewoon oenig door. Nou ja, let u even niet op hem, let u even op mij. Luisteraars, hiernaast mij zit een interessante man. Hiernaast mij, ik verplaats me even naar rechts. Hiernaast mij zit namelijk meneer Bus. En meneer Bus, vertelt u zelf eens even, wat doet u, wat is uw beroep, wat is uw professie, vertelt u hier. Ja, ik ben collectant. Collectant, kijk, dat is interessant voor de luisteraars thuis ook. U bent dus collectant. Vertelt u daar wat meer over, dat collectant. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat wil dat zeggen? Ja, dat is dus... kijk, het is dus zo, ik ben dus begonnen met het collecteren. Met een... kijk, ik was op zonder werk. En ik denk, wat ga ik doen? Ik moet aan de slag.
Toen ben ik gaan collecteren en daar ben ik dus bij een bureau ben ik ingeschreven, bij het collectiebureau. En die zei, ja, je moet met een bus langs de deur. Nou, ik dus, ik ben op lijn 3 gestapt en met die bus langs de deur. Maar ja, mensen gooien niks in een bus. Dus ik weer terug, ja, zei die man, dat heb je verkeerd begrepen, het moet een collectebus zijn. Dus ik een collectebus genomen en collecteer ik dus voornamelijk voor mezelf. Voor jezelf, ja, dat is interessant, want voor u is dat. Dat is natuurlijk wel hoe zou ik zeggen, als je voor jezelf collecteert, een bodemloze put natuurlijk, hè? Ja, daarom heb ik ook de bodem uit de bus geslagen. Dat er flink veel in kan, begrijp je wel. Ja, dat is interessant. Toen u ermee begonnen bent, toen had u geen werk. Hoe ging u dan te werk dat u toch geld kreeg? Ja, je moet dus rammelen met zo'n bus, hè. Zo'n collectebus moet rammelen, maar ja, ik had geen stuiver op dak, dus... ik had van de honger ook geen ontlasting, dus ik heb zo gedaan, de bus was stil en ik rammelde. Begrijp u? En dan zei ik van, heb u nog wat over of zo, zei ik altijd. Ja, dat is interessant. En hoeveel jaar doet u dat dan al? Ik doe dat nou alles bij elkaar zo, vanaf mijn 12e jaar tot nu toe. Ik heb nooit anders gedaan, het is van mijn beroep dus. Ja, en wat is nou het hoogste wat u ooit heeft opgehaald met collecteren? Het hoogste is toevallig afgelopen vrijdag geweest. Toen heb ik gecollecteerd voor de plaatselijke brandweer in Schoorvoeterdam. En voor de vrijwillige brandweer heb ik gecollecteerd. En toen heb ik opgehaald, zeggen en schrijven, 48 liter water. Achteraf. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Achteraf. Meneer Achteraf, u hebt een interessante beroep. U bent namelijk, zoals u begrepen hebt, gedachtenlezer. Kijk, dat is interessant. Hoe bent u nou op de gedachte gekomen om gedachtenlezer te worden? Ja, dat is een kwestie van denken, goed nadenken en op een gegeven ogenblik dacht ik bij mezelf, twee zielen en eindelijk danken.
twee zielen en een gedanke. Oh. Ja, de groot bemoeide auto. Even die man heeft even een intelligente zinman gelijk. Dat is het enige wat zo'n man kan zeggen van een. Ga u rustig door, maar achteraf let niet op die oen. Ja, en door deze gedachte kwam ik dus op de gedachte om gedachten te gaan lezen. Ah, u leest gedachten, zo wat interessant, u leest gedachten. Hoe leest u die? Ik bedoel, is daar een speciale manier voor of zo? Ja, dat is een soort mediamiek. Dat heb je of dat heb je niet. Een soort leesplankje dus. Begroot, bemoeien er nou toch even 2 seconden niet mee? Lachelijk figuur. Ik kan u misschien wel een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Deze persoon die hier zit. Ja, dat is de Groot. Huh? Ik zeg even dat jij de Groot bent. Oh. Deze persoon is duidelijk mediamiek onderlegen. En ik kan er ook bij hem proberen om gedachten te lezen. Misschien wilt u even aan een getal denken? Ja, 5. Nou, nee, de Groot, je moet er alleen maar even aan denken. Belachelijk figuur, haar gelijk alweer 50 uit te knallen. Je moet er alleen maar aan denken, je moet het niet zeggen. Wat een oen, hè. Nou ja, probeer het nog even, meneer, achteraf. Ja, als u dan nu nog even aan een getal wil denken. Ja. Concentreer. 47. De Groot doet toch niet zo brak? Je moet het helemaal niet zeggen, je moet gewoon alleen maar denken aan het getal. De meneer gaat draaien. Doen, nou, hè. Nog een keer, zeg het nou niet, hij houdt nou gewoon voor je. Ja. Ja, heeft u een getal? Ja. Concentreer. U denkt aan 60. Mag ik u nou zeggen? Ja, u denkt aan 60. Nee. Dat moet, u denkt dat... Ja, de Groot, dat moet, meneer. Ja, meneer is toch duidelijk mediamiek onderliggen. Wat zit je nou dom? Nee, jij denkt aan 60, klaar. Aan 90. Wel, nee, denkt helemaal niet een belachelijk figuur. Het zit ook alles om te draaien, hè. 60, hij bedoelt natuurlijk 90, man. Heeft alles ondersteboven thuis, ook alles dat op zich op. Man weet niet eens hoe je normaal moet leven, belachelijk figuur, hè. Er is geen enkel spelletje mee te spelen, ook met zo'n man, hè. Nou, ik kan misschien wel proberen om hem in slaap... te denken. In slaap? Nou, dat is geen kunst. Hoor. Dat kan ik ook. Als ik tegen die man zeg van, oh, zit erop, dan klapt hij gelijk als een blok naar beneden toe. Dat is geen enkel punt, hoor. Maar u kan het proberen. Ja, als u mij dan nu even aan wilt kijken. Slaap. Wat doe je nou, de Groot, belachelijk figuur? Dan ligt die man hier als een blok in slaap. Wat zit je nou mal te kijken? Oh, ik kijk hem alleen maar aan. De mer, c'est le plus frondeur de tout l'orphelinat. On cite en exemple son sale caractère et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est tout innocent. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui veut un enfant. Il vole au marché un gâteau, une orange, et on le poursuit, il faut le rattraper. On donne l'alerte, on arrête un ange, et pour se défendre, il se met à pleurer. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc,
Il a le cœur uni et tout innocent, qu'il soit des amours ou par accident. Malheur à celui qui vient d'un enfant. Hier naast mij zit weer een interessante man. Hier naast mij zit namelijk de heer Van der Pol. Dag meneer Van der Pol. Goeiemorgen meneer Van Mekaar. Ja meneer Van der Pol, u heeft een interessante uitvinding gedaan, heb ik gehoord. Ja inderdaad, ik heb uitgevonden de valhelm in spuitbus. Wat u? De valhelm in spuitbus. De valhelm in spuitbus, kijk, dat is interessant voor de luisteraars thuis ook. Vertel eens wat meer, maar waar staat dat uit? Hoe werkt dat? Ja, dat werkt dus als, kijk, over het algemeen is meestal de valhelm op zich is toch een bezwaar met opbergen en zo, en waar laat je zo'n ding als je het niet nodig hebt. Nou heb ik dus uitgevonden een substantie, en die zit in een spuitbus en die spuit je gewoon op je haar en dat wordt als een bikkel. Dat wordt keihard. Ja. En dat heeft hetzelfde effect als de valhelm. Dus je hebt geen valhelm meer nodig. Nieuw is, helemaal nieuw is dat. Dat is interessant. Dat is zeer interessant. Dat is sterk spul natuurlijk. Ja, dat is heel sterk geconcentreerd. Heel sterk is dat geconcentreerd. Is dat. Als je dat eenmaal op je haar gespoten hebt, kun je rustig met je hoofd tegen de muur aanlopen. Dat is geen punt. Mogelijk, is mogelijk om dat even hier te demonstreren misschien? Jazeker. De Groot, als je even hier, De Groot, kom even hier dan even voor demonstreren. Misschien als je even bij De Groot even op zijn hoofd dat spul spuit, dan kan De Groot het even demonstreren. Wat? De Groot, ga even staan daar meneer, even voor als proefkonijn. Wat? Moet ik op dat hoofd spuiten? Ja. Ja, dan moet ik even de grote familiebus pakken. Seconde. Ja, hier staan. Zo. Even daar staan. Zo, dan zal ik het even erop spuiten. Dat is voldoende. Zo. Nou, en wacht je even 3 seconden en dan is het als een bikkel zo hard. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En nou kan De Groot rustig met zijn hoofd tegen de muur lopen. Dat is geen punt. Dat is absoluut geen punt. Nou, De Groot, demonstreren even, loop even met je knaar tegen de muur. Wat nou weer, De Groot? Belachelijk figuur, hij kan ook nergens tegen. Dat moet je toch, je hoort dat toch niet te voelen? Hij voelt het wel toch, hè? Hoe kan dat nou, meneer Van der Pol? Ja, ik zie net dat ik het verkeerde busje heb meegenomen. Dit is de deodorant van mevrouw. Luisteraars, het is weer. Pak een beet. Ongeveer. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie, Dik voor Mekaar. Ja, zo luisteraars, daar is hij dan weer. U cursist, ik bedoel, leraar, Dik voor Mekaar. Ja, deze keer heb ik eens gedacht om dat wat meer niet zozeer het serieuze werk aan te pakken als wel het zogenaamde hobbywezen. We gaan deze keer gaan we namelijk maken een miniatuur voor de spoorbaan met treinen en zo. Treintjes. En daar gaan we dus leuk ontwerpen. Nou, daar hebben we dus diverse dingen voor gekocht. We hebben namelijk allemaal van Borkaton en van Triplex en alle gedoe. Een leuke plasterend gebouw met huisjes en boompjes en beestjes en gedoe allemaal. En daar gaan we dus de treinen en zo in allemaal vastspijkeren. Nou, dat is leuk om dat eens te ontwerpen. En we hebben daar dus voor genomen een grote vierkante plaat, hè. Grote houten gebouw. En daarop is dus alles vastgespijkerd. En we hebben dus zogenaamd, ja, je zit natuurlijk altijd met ruimtegebrek, dat ik heb hem dus scharnierend gemaakt. Zit dus met scharnieren aan de muur. En je kan hem dus overdag, kan je hem dus opklappen en zit hij dus gewoon plat tegen de muur. Kijk, dat is handig, hè. Dat is in verband met ruimte, begrijp je wel? Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dat allemaal gaan indelen. Niet wat zei er ook? Ik voel hem al. Ja, dat is volkomen onbelangrijk wat jij nou voelt. Laten we dan maar gewoon doorgaan, hè.
Luisteraars, ja, ik heb hier dus die plaats voor me en ik heb daarop allemaal, u kent het wel, van die plastic huisjes gezet, uitgezaagd van triplex en zo, leuk beplakt met gras en zo. En daartussendoor heb ik dus de rails gelegd en daaroverheen gaan dus de treintjes rijden. Ik heb hier zo'n 13 à 14 treintjes rijden en die staan nu allemaal bij het station. En ik zou zeggen, de groot, als jij nu de transformator omhaalt, dan gaan ze allemaal tegelijk rijden. Ze wollen allemaal. Kijk eens, dat is leuk. Dat is leuk, hè, de groot. Dat is lollig, hè. Ja, dat is, ja, dat is lollig, nou. Dat zie ik. Oh, hela, hola, hola. Kijk daar, de groot. Achter, daar loopt er iets uit de beeld staan. Maar probeer je even bij te komen, omdat... De groot, dan ga je nog niet als een olenbetoet zwart voor al die huizen zien. Hier, je loopt je op de grap gewoon je huizen te pletten. Zo lang zal ik wel een vast om al te leren, hè. Nou, kom er allemaal aan. Nou, luisteraars, en het leuke met zo'n aanpassen lens is dus, als je het geheel, dus laten we zeggen overdag, als je de kamerruimte nodig hebt, nou, dan doe je heel eenvoudig en dan... Gewoon doe je het omhoog. Dit was Wik voor Mekaar. Goedemiddag! I need love, love, to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta try. Interessante man hier naast mij zit namelijk meneer Monster. En meneer Monster, vertelt u zelf eens even, wat is uw beroep? De groot, hou nou toch eens op met die belachelijke... Nou, laat maar gaan, let u even niet op hem, luisteraars. Let even op mijn balansman, zit er als een waanzinnig om een piano te beuken. Wat een hoen, Nou ja, meneer Monster, let u even op mij. U bent, vertel eens verder even, wat is uw beroep? Ik ben Misthoorn. Misthoorn, kijk, dat is interessant, dat hoor je niet veel tegenwoordig. En misthoorn, interessant. Vertel eens, hoe gaat dat in het werk? Ja, dat gaat dus als volgt. Ik ga dus boven op een auto zitten en dan roep ik hoei. Hoei, roep ik, begrijp je wel? Ja, ja, dat is voor andere auto's natuurlijk. Hoi, kijk, kijk. Wat zijn er groot? Hoi, kijk, kijk. Nee, gewoon, ik roep, ja, natuurlijk, mijn schoonvader was schoorsteenveger.
Maar daar heb ik het hooi van over, inderdaad, dat heb je. Nou ja, belachelijk, de groot weer tussendoor. Vertelt u eens, hoe bent u er zo toe gekomen? Nou, ik heb een broer die is brulboei. En dat beviel hem ook prima, dus lekker een beetje klotsen tussen dat water daar en dan maar brullen. En dat lijkt mij dus leuk van hoi, hoi, hoi. Ja, interessant. En u zit dus voornamelijk in de mist altijd, begreep ik, hè? Ja, want het is voornamelijk alleen maar voor mist bedoeld. Ik ga ook regelmatig de mist in met mijn brulboei, begrijp je wel, met mijn hoi. Ja, dan maakt u nog wel eens wat geks mee, mag ik eens vragen. Nou, ik had bijvoorbeeld 3 weken geleden heel aangenadig, was verschrikkelijk mistig. Nee, ik kon niet eens mijn ruitenwissers van mijn auto zien. En dus nou, heel voorzichtig naar huis toe rijden. En dat is heel gek, ik stap thuis uit mijn auto, is alle mist weg. Ik denk, hé, dat is eigenaardig, alle mist is weg. Toen kijk ik naar mijn auto, toen zit mijn hoest er nog omheen. De 30 seconden van meneer De Groot. Hallo fans, hier is meneer De Groot. Wederom wil ik, na vele verzoeken die ik heb gekregen, mijn 30 seconden weer aan de muziek opofferen. Ik wil graag weer het een en ander voor u spelen. De censuur was in handen van Brakelenveen. En wie had de techniek? Wie had de techniek? Natuurlijk, dat was weer Johan Klotje. Nou, we gaan er weer uit naar Vesteraar. Die was het alweer, die was de Dik voor elkaar show. Goedemiddag! Ja, we zijn bijna aan het einde.